Ook in koninklijke kringen slaat het noodlot soms genadeloos toe. De huidige generatie royals is meerdere malen geconfronteerd met de meest dramatische ongelukken, waarna ze afscheid moesten nemen van een geliefd familielid. 1. Prinses Diana. Het is alweer 23 jaar geleden dat prinses Diana in Parijs om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Wat dit verlies extra tragisch maakt, is dat niet lang geleden bekend werd dat een kleine bloeding bij haar long haar uiteindelijk fataal werd. Ze had het waarschijnlijk kunnen overleven als die tijdig was opgemerkt. 2. Prins Friso. De hele wereld was geschokt toen prins Friso in 2012 in het Oostenrijkse Lech werd bedolven onder een lawine. Hij werd 50 minuten lang gereanimeerd, te lang, volgens de behandelend arts. De jongste zoon van prinses Beatrix lag bijna anderhalf jaar in coma toen hij overleed aan complicaties. 3. Stefano Casiraghi. Na een kort, mislukt huwelijk met playboy Philippe Juno gunde iedereen prinses Caroline van Monaco nieuw geluk. Dat vond ze bij zakenman Stefano Casiraghi, die haar 3 prachtige kinderen schonk. Hun jongste zoon was pas 3 toen Casiraghi in 1990 omkwam tijdens een speedbootrace. De rouwende Caroline trok zich jarenlang terug uit de openbaarheid en verloor door stress zelfs al haar bruine lokken.